Dames en heren, u hoorde hem al even net, maar nu gaat u hem ook live zien. Ons jurylid en fantastisch dat er is, geef een warm applaus. Tweede Kamerlid voor de VVD, Fred Teven. We hebben afgesproken dat we elkaar zouden tutoyeren. Ik voel een enorme ruimte komen in dit interview. Ja, gaat goed komen. Fred, heel leuk om zo ook te openen. Ik zeg er even bij, voor die paar mensen die dat gemist hebben, die denken, hoe is het met Fred? Nou, op zich goed. Hij is onder andere woordvoerder internationale handel, behandelt onder andere TTIP. Maar de meeste mensen zullen u daar toch wat minder van kennen. Ondanks uw warme pleidooien jegens TTIP. Maar, dit was een ongelooflijk belangrijke week voor jou. Een week waarin de commissie Oosting met een tweede rapport kwam. Het gaat natuurlijk over de Teven-deal. De deal die je ooit sloot met een crimineel. Hij gaf, dat vul ik dan maar even in. Hij gaf jou informatie en jij hebt hem daarvoor financieel ben je hem tegemoet gekomen. Mag ik het zo samenvatten? Nou, ik ben eigenlijk naar die deal vernoemd, hè? Ja. Ja, nee. Iedereen denkt dat die deal naar mij is vernoemd, maar ik ben naar die deal vernoemd. Ik sta regelmatig in zaaltjes en dan zeg ik, ik ben dus de man die bij die deal hoort. Ja. Maar dat, oké. Tot nu toe gaat het goed, Fred. Ik heb nog niks gezegd. Nee. Maar we gaan wel wandelen nu. We gaan met elkaar een stukje opwandelen. Oké. Want die commissie Oosting, die schrijft zijn eerste rapport. En het meest wonderlijke blijf ik nog steeds vinden. Die man die zegt in zijn eerste rapport, in de onderzoek naar dat bonnetje, zegt hij: met alles wat wij weten, kunnen wij zonder enig voorbehoud concluderen dat die deal niet deugt en nooit had mogen komen en gewoon fout is. En het gekke is, die man weet niet welke informatie jij van die crimineel gekregen hebt. En toch zei hij het. Ja, maar ik heb toch ook gezegd dat de commissie hard gewerkt heeft? Heel hard. Ja, ze hebben heel hard. Niet hard genoeg, hè? Ze hebben heel hard gewerkt. Maar niet hard genoeg, hè? Tot twee keer toe, hè? Ja. Ja. Maar nou die tweede. Want ik las in de Telegraaf, en dat is, als je praat over spinning, framing en beeldvorming. Ik las in de Telegraaf aan de hand van het congres waar we net beelden van zagen. Dat de VVD eigenlijk zo in zijn maag zit met wat er gebeurt op dat ministerie, waar jij onder andere ook leiding hebt gegeven. Dat ze niet de campagne meer ingaan. Wacht even. Er is nou wel iemand die het niet interessant vindt. Ja. Is dat ene telefoontje wat net niet getapt wordt, voor direct, let maar op. Dat heb je wel eens. Dat heb je wel eens. Kan gebeuren. Jongen, irritant dit. Even terug. Terug in de wandeling. Het gaat erom dat... nu weten we dus niet wat jij... En dat ga je ook nooit vertellen. Dat ga je mee het graf innemen, zoals je zelf gezegd hebt. Dat stond in het AD. In het AD. Ja. Je bent goed geciteerd, begrijp ik? Dat ben je goed geciteerd, ja. Niet alle waarheid staat in de Telegraaf. Nee. Dat is hier in de balie een chockerend bericht wat u net geeft. Maar goed. Het gaat er nu om dat... Je moet mensen toch een beetje meenemen. Ja, heel goed. Maar het gaat mij nu om... Voor zo'n week als dit, dan komt dat tweede rapport uit. Daarin weten we eigenlijk nog steeds niet wat er gebeurd is. Maar er wordt wel gezegd geen doofpot. Maar voor jou lijkt het me ingewikkeld. Want die VVD liet dus onder andere in de Telegraaf weten... dat ze niet meer met het thema... openbare orde en veiligheid de campagne ingaan... door het gelazen op dat ministerie waar je leiding aan hebt gegeven. Dat ze nu met een soort normen en waarden CDA, liberale variant erin gaan. En jij staat op het punt om te bepalen of je doorgaat al dan niet in de Kamer. Het wordt voor mij wel moeilijk om niet met die thema's van veiligheid en justitie door te gaan. Ja. Ga je door? Nou, ik heb kenbaar gemaakt aan de partij, dat moest voor 31 mei van de VVD, dat ik nog steeds vooralsnog een kandidatuur in aanmerking neem. Daar mag u voor applaudisseren. Hij gaat door, dames en heren. Laten we dan wel even kort kijken naar een klein fragment van de heer Oosting, oud-ombudsman, deed twee onderzoeken naar uw departement, uw voormalig departement. Betekent dat niet dat daar eigenlijk de zaak dan is gaan stokken wat betreft de geloofwaardigheid van het rapport? Wij achten het aannemelijk dat de heer Kloo is geïnformeerd over het feit dat er wel degelijk backup tapes waren, zoals dat heet, waarop misschien het betaalbewijs gevonden kon worden. En het is zeer onbevredigend want we hebben indringend met hem daarover gesproken, dat alle keren op dat punt zijn geheugen in de steek laat. Maar denkt u dan niet bij uzelf, of ik moet sterker doorvragen, pregnanter, dan wel onder ede iets doen? Ik heb in de persconferentie gezegd, je kunt een paard wel een bak water voorzetten, maar niet hem dwingen te drinken. En ook onder ede kun je iemand niet dwingen te spreken om dingen te zeggen die hij niet wil zeggen of die hij zich niet herinnert. Ja, wat dacht u toen u dit zag?
Nou ja, er zit op zich wel een punt natuurlijk. Als je het niet herinnert, dan herinner je het niet. Ja. Ja, ik neem aan dat u wel vaker in uw vorige werkzaamheden wel te maken had met mensen die niet enthousiast waren om te gaan praten. En daar praat u toch mee door. Bedoelt u nou mijn werkzaamheden als staatssecretaris? Nee, daarvoor nog. Daarvoor, ja. Moeten we hier genoegen mee nemen? Maakt dit de zaak rond? De meneer weet niet waarom die man geheugenverlies heeft, maar concludeert wel dat er geen doofpot is. Ik heb al gezegd, ze hebben hard gewerkt, de commissie. Er liggen twee rapporten. En misschien moet je, ja, het is een suggestie, maar misschien moet je er eens een eind aan maken. Maar je kan ook besluiten er nog jaren over door te gaan. Wat heeft u voorkeur? Het is mij volstrekt om het even, want ik heb de hoogste prijs betaald, om het zo maar te zeggen. Dus het zal me eigenlijk worst wezen. Maar mijn punt is eigenlijk, en daar wil ik graag uw ideeën over hebben, is het lijkt wel alsof er geen einde komt aan de rekening die u moet betalen. Want nu blijft er een schimmigheid hangen. Wist hij de kloot het? Heeft hij het aan zijn partijgenoten Opstelten Teven verteld? Waarom wel of waarom niet? Teven was mede verantwoordelijk voor blijkbaar zo'n chaos dat ze niet eens in staat waren om een complot op te tuigen. Dat kleeft er nu. Ja, dat vond ik wel triest eigenlijk. Ja. Dat je niet eens een echt complot kan optuigen. Ja, dat vond ik wel het meest trieste van het hele verhaal. U zegt ook, kijk even goed in mijn ogen, daar is Fred wel toen in staat. Nee, ik kijk goed in mijn ogen en dan zie je iemand die dat absoluut niet zou kunnen. Dus dat weet je toch? Maar even los van alle gekheid op een stokje. Het lijkt mij waanzinnig irritant als je zo'n hoge prijs betaalt, dat hij iemand weer met een stelligheid een commissierapport presenteert, wat volgens mij meer gaat over het behouden van zijn eigen waarheid dan definitief punten zetten achter allerlei gedoe, mist en verdachtmakingen. En u bent degene die direct op moet gaan voor de tweede keer en eigenlijk ontmanteld bent als crimefighter, als man waarvan je zegt, daar willen we als VVD trots op zijn. Dat lijkt me een dramatische positie. Nee, het is geen dramatische positie, want het feit dat ik hier nou vanavond daar weer over daar moet doorzeuren, dan word ik natuurlijk een beetje de politieke Calimero van het jaar. We zouden trouwens u en in jou, ja, Fred, bij jou. Was het moeilijk? Zodra het over complot gaat, voel ik afstand. Dan ga je journalistiek afstand. Nee, ik word wel een beetje de politieke Calimero als ik daarover door blijf zemelen. Dus iedereen die er nou nog over door wil zemelen vanavond, dat vind ik prima. Misschien dat de dames en heren dat nog doen. Ik stop er echt weer mee. Goed. Het is nou 14 maanden geleden en ik vind het eigenlijk wel mooi. Goed, ik voel een brugje naar de rest komen. Even nog één dingetje. Wij vragen altijd aan de jurylid, omdat wij als zaal toch ook wel zeker weten dat u in enige maat van objectiviteit deze klus aan kan. Het is een grote klus. Is er iemand op dit podium van u zegt, staat nog een rekeningetje open? Ja, eigenlijk met alle drie wel. Dus dat is niet het grootste probleem. Kijk, er zit één gabber, laat ik het maar zeggen, die een anti-TTIP-campagne voert. Nou, u weet, ik ben erg pro-TTIP, dus nou ja, per definitie wordt het dan wel erg moeilijk om een positief te beoordelen. Dan heb je Roel. Nou ja, Roel, daar zou je dan van denken, dat is gezonde rechtse pers, dus dat gaat wel goed. Maar dat valt ook zwaar tegen, hoor. Dat valt ook zwaar tegen. Want er hebben we ook regelmatig worden de rekeningen opgemaakt. En dan worden we bij RTL ook door het slijk gehaald. Dus dat is ook niet altijd een feest. Ja, en over Nienke hoef ik natuurlijk niks te zeggen. Nou, ik heb wel één verhaaltje wat ik echt toch niet na kan laten, om nog even aan je voor te leggen. Het verhaal gaat, en volgens mij heb jij de herinnering aan. Dat is op zich gezien dat departement heel bijzonder. Ja. Nee, maar heel even. Is toen, er was op een gegeven moment op vrijdag is altijd ministerraad. En normaal zit natuurlijk alleen de minister. Maar er was blijkbaar ook een dossier kwam er ter tafel waarin de staatssecretaris ook mocht aanschrijven. In casu u zelf. En dat was eigenlijk elke week, hè, met dat vreemdelingendossier. Dat is waar. Ja. Dus u zat daar, pardon. Herstel, u zat daar elke week. Ja, nee, moet me wel een beetje belangrijker maken dan ik ben. Ja. Hele belangrijke Calimero, dames en heren. Nee, nog niet. Nog niet. Maar dan gaat het erom, is dat je op een gegeven moment dat Nienke de Zoete staat dan achter zo'n heel raar gezicht. Bij dan kom je allemaal dat ministerie daar. Dat ja, en dan staat één zo'n dranghek. Weet je, alsof die journalisten eroverheen zouden klimmen en daar de boel. Maar goed, achter een dranghek. En die lepelen dan eigenlijk allerlei vragen. En iedereen van de ministerraad die langskomt, er wordt gewoon de vraag gesteld. En nog nieuws. En nu was het zo, volgens mij is een jaar, misschien wel 2 jaar geleden. Dat Nienke de Zoete op een gegeven moment dus ook al hengelend Fred Teven naar buiten en zegt: Fred. Nou, waarschijnlijk meneer Teven. Meneer Teven. En nog nieuws. En toen zei u? Toen zei ik van, als ik nieuws heb, dan lees je dat morgen in de Telegraaf. Juist. Tot zover, dames en heren, jurylid Fred Teven.